Ik ben Anouk Stekendee, ik ben fotograaf. Ik ben Eefje Blankenvoort, ik ben journalist en filmmaker. Love Radio is een transmediale documentaire over het proces van verzoening in Rwanda aan de hand van een populaire radiosoap. Op het eerste gezicht lijkt de soap een soap zoals elke andere soort. De Rwandese GTST met schurken en een liefdesverhaal en goede rikken en slechte rikken. Maar ondertussen zitten er belangrijke boodschappen in die weer gebaseerd zijn op het onderzoek van een Amerikaanse psycholoog, Erwin Staub, naar de oorzaken van geweld, van groepsgeweld. In 1994 vond de genocide plaats in Rwanda. En in een kort tijdsbestek, ongeveer 3 maanden, zijn er honderdduizenden Tutsi's vermoord en tienduizenden Hutu's. Haatradio heeft daar een hele belangrijke rol bij gespeeld. En precies op dezelfde frequentie wordt nu deze soap uitgezonden. En we wilden de kijker deelgenoot maken van het project. Je kan on-air blijven, dus in de sprookjesachtige soap blijven hangen. Maar je kan als kijker ook ervoor kiezen om je verder te verdiepen en te kijken wat speelt er nou eigenlijk echt achter de schermen van zo'n soap. En dat vonden we mooi om eigenlijk die kijker deels zelf de regie in handen te geven.